Ja, mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Bij Ons West. Vandaag doen we een nieuwe random game genaamd Star's End. Het is eigenlijk een open world space game. Je bent 10.000 jaar volgens mij. Ongeveer 10.000 jaar is het in het begin van de tijd. En het is gewoon je basis maken en overleven. Dus we zullen gelijk beginnen met een PvE server. Even kijken wat de game is. En misschien zit je later nog even naar PvP. Nee, fuck dat. En daar zijn we dan. Nou ja. Ik zeg misschien kunnen we daar even middenin gaan zitten. Ik zeg of het een of het ander. Nee, het is of het een of het ander. FaceTime. Ik vind twee wel een leuke skin. Nikke. Nee, ik blijf hier. Hair. Ja, ik vind dat prima. En haar kleur is ook helemaal goed. Nee. Let's begin. They had some fool notion we'd be digging out precious minerals for them when they sent us here. Well, no, sir. I damn well mean to make these other boys do the mining. But hell, we all fancied we'd be living high on the hog, sitting pretty, eating crullers as the money poured in. How else would you talk us into 50 bloody years in stasis on one of them generation ships? No, sir. We were gonna be the big bucks, making damned sure this watering hole called Star's End would never forget us. Sure as rain, it was only a matter of time till we drew down on each other. We might have had a smooth operation here for a bit, on a stadium of Earth, building ships and stations, and even having ourselves some cities. And it is the rapid, all of it. Now our cities are piss holes, our stations ramrodded by tinpot dictators, and here we are, split down the middle. Pointing our ships at each other. Now, we got ourselves a predicament. Sure as piss things will turn into war, I tell you. You got your mercantile corporations that teamed up to give us peace and stability, but put a yoke on every man and his dog. Then you got your patriots, outlaw gunslingers using junk and stolen technology to char the hand that feeds them. And then you got your loners. We choose our own battles. We make decisions shrewd and careful. Because it's only the fools that are poor. And the ill-tempered will get themselves killed. And then you have people like me. The sugar bugs who own everything. Well, I got what I came for. Question is, are you gonna get yours? Yo mensen, daar zijn we weer. We zijn net geland. Maar het is eerder een crashlanding dan een fatsoenlijke landing. Ja. Een behoorlijke crashlanding, maar pak niet uit. De game ziet er nice uit. We hebben oxygen, dus dat is ook een mooi iets. Oh, goal. Not active require. Oh, fiber. Take the fiber. Moet ik dit voorzien als een soort ark? Probably. Ik wil wel een gek beest, maar... pakken alle... Oh, wound sticks. Nice. En nog meer fiber. Take all the fibers. En... cactussen. Oké. Zijn het berries?
een schipswrak. Niet die van mij. Het lijkt op een beer, maar... Hoi. Het is een beer. Ik zag daar links nog iets lopen. Oké. Crest. Oh, een pickaxe moet ik beginnen. Search. Een pick. Pick hou wel. Scrap metal. Oké. Moet ik dat bij mijn beest zien te vinden of? Dat is wel gaaf. En dan pelsjes of zo? Nee, dat niet. Nou, de mine. Nana Earth. Een beer. Metal runes. Metal runes. Ik denk dat ik daar naartoe moet gaan. Silver, iron. Ik ga gewoon hier eens kijken. Met deze iron room. Of bij iron. Yo. Hey, kijk eens. Ik heb echt een pickaxe voor nodig. Maar waar kan ik scrap metal vinden? Oh, maybe. Hé, hey, is dat een basis? Visit metal runes, loot, silver scrap piles, to record scrap metal. Ja, yeah, metal runes. Wat is dit? Use landing pit. Ah, hier kan ik waarschijnlijk ook ietsje maken. Maar volgens mij is het een basis van iemand. Oké. Doen het sticks. Thank you for the sticks. Chopping a tree. Chop. Yeah. Nothing crew. Oh, hier is water. Nee, ik zoek een metal rune dan. Hier, metal runes. Even 6 kilometer die kant op. Oké, dan gaan we die kant op. Het heeft wel een leuke indicatie zo van, hey, daar zijn resources. En idee heel de map moet afstruinen om je resources te vinden. Dat is denk ik een grote voordeel. Maar ik zie als ik daar ben en na een heel stuk gelopen te hebben,
gevonden. Take it all. Oh. Een soort scrap boxes. Oké, dus hier zit niks meer in. But we got one scrap metal. Zit je hier nog iets in? Nee. Oh, hier nog meer. Yes. Hiernaast zit er nog één. Dus we gaan die ook pakken. Natuurlijk vind ik het een leuke game eigenlijk. En zeker een aanradertje. Je speelt deze game eigenlijk, of deze wereld zit je. Is het één wereld of meerdere werelden, weet ik eigenlijk niet zeker. Maar in ieder geval, je zit met meerdere in één wereld. Hier. Nano Earth, dus dat is een... ik heb het allemaal gezien. Nou, we gaan de pickaxe craften. Craft. Het duurt 14 seconden. Almost no devices required. Kijk, nou hebben we een pickaxe. Craft a bow. Silver. Stone. Wat hebben we nodig voor een bow? Craft. Bow. Bow drill, nee. Is. Wood and scrap cloth. Dus dat moeten we van. Yukai. Het is een beer. Ah, je kunt wel zilver. Zo. Hey, flint. Zal ik waarschijnlijk ook nodig hebben voor de arrows. Craft a bow. Even kijken. Get a war of wood stick fiber. Oh! Ah, dus je kunt scrap cloth maken. Oké. Okay. Ah, hij is leeg. Ik dacht, je kunt die gaan. Oké, dus craft. Scrapped cloth. Ik maak er even twee. Twee. En dan ga ik naar boom. Want hoeveel heeft de boog nodig? Zes. Oké, dan maak ik er nog vier. Scrapped. Vier. Nee. Vier. Werkt hartstikke goed. Vier. Oké. Yes, en dan een arrow. Arrow. Daar moet ik ook drie van hebben. Hier. Hoezo? Ik heb 5 flint, maar... Just saying. Nou, we gaan dan verder hakken. Schroeders moet ik het nou wel hebben, maar ik heb 6 flint. Sticks nodig. Dus dat zijn plantjes pakken.
mooi. En we doen stickies. Nog meer cactus. Oh, waarschijnlijk. Ja, hier ook woenen sticks. Zo. Hier staat nog zo'n plant. Nog meer woenen sticks. Oh, een bundel. Oké. Okay. Ook nice. Maar wat heb ik in een spotter? Use activated scope resources. Yeah. Tradable short of. Can use. Oké. Water. Een respawnpil. Oké. Nog een boog. Bow drill. Ignite campfires and furnaces. Yeah, let's make it. Nou, ik heb een boog. Mooi. Wooden axe. Cool. En 3 wooden logs. Oké. Nou ja, hier is het. Oh, je kunt dus nu metal rooms hakken. Oké. Of kunnen we inbreken? Nou, we gaan even naar de metal room. En we zijn er. Recht voor ons zien we de twee scrap metal. We gaan opslaan ofzo. Ja. En nails, spijkertjes. Oh, mijn backpack is vol. Even kijken. Crafting. Een saw. Oké. Nee, craft. Klot. Ja, klot. Oké. Maak die maar even. Nu kunnen we wel een saw maken. Saw. Dus een zaagje maken. Een craft. En een axe. Maken we er ook gelijk bij. Hebben we dat ook gedaan? Zo. Als je een craft doet, dan kun je niet lopen. Oké. Okay. Fijn om te weten. Bam. Even zoveel mogelijk scrap metal doen. Want daar ga ik nog veel nodig hebben. Bam. Bam.
Oh, ik zit een beetje vol. Ja, ik kan eigenlijk niks achterlaten, hè. Nou, drop dit maar. Het is nog niet echt zinvol, dus... drop. Oké. Voor kan ik daar direct... Oh nee, dat is een body. Een fox. Wat kan ik hier doen? Oh, powers. Minor. Oh, wacht. Power cells. Oké, en hoe kom ik aan power cells? Hoe kan ik die craften? Power. Power cell. Scrap metal en tariet. Tariet. En dan heb ik tariet oor nodig. En waar haal ik tariet oor? Waarschijnlijk ergens stone. Dit is iron. Stone, stone. Metal rack. Oké. Okay. Salt. Tariet mine. Daar dus. 76 kilometer. Maar dat is denk ik voor de volgende aflevering. Ja, maar... We gonna hunt that fox. Hunt the fox. Oh. Bitch. Oké. Okay. Ik zit nou een beetje ouder. Hallo? Hij blijft een beetje in combat mode of zo. Haken. Hallo game. Yep, hij blijft in combat mode haken. Maar bij deze sluit ik dan ook deze aflevering af. Volgende aflevering gaan we gewoon richting de Trahit mine. Dan gaan we lekker minen en dan hopelijk kunnen we direct een miner claimen. Dus als je dan vaker wilt zien, abonneer, reageer, like zeker deze video. En zie ik bij de volgende aflevering van Star End. En als je deze game ook natuurlijk zelf wil, link in de bio. Of in de bio in de beschrijving natuurlijk, hè. In de bio. Linkje in de beschrijving. Dan kun je hem halen. Support je mij ook gelijk. En bye.